Ferida, Ricardo Moni sluit vandaag eerste training bij Excelsior. Vanwaar de keuze voor hem? Omdat wij denken dat hij in korte termijn wel wat teweeg kan brengen bij deze groep. En natuurlijk na het opstappen van Adrie werden we geconfronteerd met een vakante positie. Nou, dan ga je ook kijken naar wat is beschikbaar en wat zijn de opties. En Ricardo was er daar één van. En in de gesprekken denken wij dat hij wel wat teweeg gaat brengen bij de jongens. En met uiteraard de hoop op een hele goede afloop. Was Ricardo een van de eerste kandidaten voor jullie? Nou ja, in deze fase weet ik niet of je over een echte eerste kandidaat kan praten. Je gaat gewoon kijken wat is er beschikbaar en wat is nodig voor deze groep. Na het opstappen van Adrie heeft hij zelf gezegd, misschien moeten andere ogen wat dwingender zijn. Nou goed, dat is ook iets wat we verwachten van Ricardo. Nou, jullie hebben nu snel doorgeschakeld met het aanstellen van Moni's. De doelstelling lijkt me zwart-wit. Handhaving in de Eredivisie. Dat is het enige wat telt en daar moet ook alles voor wijken. En dat is ook de boodschap die we aan Ricardo hebben meegegeven. Wat bekend is bij de spelersgroep, wat wij als club allemaal moeten uitstralen en uitdragen. Er is maar één doel en dat is handhaven. In hoeverre denk jij dat zijn visie past bij Excelsior? Nou goed, ik denk wel in de gesprekken die we gevoerd hebben, en dat zijn er twee geweest. Dat hij heel snel inzag van hoe ze het hier voor elkaar hebben in de randvoorwaarden en alles, dat spreekt me wel heel erg aan. Ja, en het is ook wel iemand die bekend is met minimale middelen meer presteren. Dus gewoon met hard werken ga je heel veel bereiken. Nou goed, tot de tijd kort is, dat beseffen we ons. Maar nogmaals, wij denken wel dat hij in staat is om in ieder geval iets teweeg te brengen daarin. Ja, en nu maakt hij het seizoen af hier in Kralingen. Zijn er al gesprekken gevoerd over eventueel daarna? Nee, we hebben ons gefocust en duidelijk gemaakt. Het gaat om nu. En als wij ons gehandhaafd hebben, dan gaan we verder kijken. En dan, dat hebben we ook met Ricardo afgesproken, dat we dan ook daarover gaan praten. Jullie zijn daar totaal nog niet mee bezig? Nee, het gaat echt om nu, zoals ik net zeg. Focus is één handhaven. Nou, komend weekend meteen een zware beproeving voor Ricardo Moni's. Uit bij Ajax. Ja, hoe denk jij dat de groep zo'n wedstrijd dan ingaat? Gaan ze gewoon Adrie weg, Ricardo erbij en weer door? Of is er misschien wel sprake van een schokeffect? Nou ja, een schokeffect. Kijk, er moet wat gebeuren op dit moment. En dat de kans op resultaten in de arena misschien minder is, ja, dat begrijpt waarschijnlijk iedereen wel. Alleen, je gaat er nooit kansloos naartoe. En het gaat wel om dat je je daar laat zien met hoe je ook verder aan de slag wil gaan. En ik denk dat dat het belangrijkste is. En je maakt toch altijd een kans. In hoeverre denk jij dat het mogelijk is, hè, om de visie van Adrie, die wordt nu vervangen door de visie van Ricardo, in hoeverre die dat in die paar wedstrijden over kan brengen op de groep? Nou goed, Ricardo kennende, hij is heel intens bezig met zijn vak, maar ook met de jongens. En daarin zie je in de mindset, daar zal wat moeten gaan veranderen bij de jongens. We hebben altijd gezegd, aan het pure voetbal heeft het ook nooit gelegen. Alleen in de mindset hopen we nu wel wat te bewerkstelligen. En jullie verwachten wel dat Ricardo Moni's die mindset kan veranderen? Ja, anders hadden we deze stap niet aangeraan met elkaar.